Daan is doing some tap dancing. Yo, kijkers van Spruce Minecraft. Welkom terug bij een nieuwe episode van Ark Survival Evolved. En een uur geleden drukte ik op de recordknop. Ongeveer een uur geleden. Maar mijn recordprogramma stond niet aan. Dus ja, je snapt, dat helpt niet veel. Maar ik had een tripje naar de snowbiome gemaakt. En daar heb ik wat crystal en wat metal verzameld en wat extra pelt. En dat is nu allemaal op aan het bakken, in ieder geval de metal. De pelt zit in de kisten, net als de crystal. Eens kijken. Ik had iets van 200 en in deze. En nog eens 200 in deze. Alleen, ik moest toen weg, want de snowbiome werd overgenomen door 2 giga's. Dus ik stel voor dat we onze eigen giga pakken en een tripje naar de snowbiome maken. Of niet? 194? Zou we moeten kunnen, toch? Woehoe! Hop! Oh, the good fun is coming back. Op weg naar de snowbiome zie ik daar een alpha kano van level 44 en die gaan we even pakken. Het is goed voor de leveltjes. Ai, laat me los. Laat me los. Let's go, daar is die. Ik ren zo min mogelijk om zoveel mogelijk stamina te bewaren, want dat gaat vrij snel op. Hier, hij is niet eens van plan om me aan te vallen. Cluster Carno. Of een alpha bedoel ik. Oh, lag. Niet nu. Kom op, even normaal, hé. Hij rent weg. Oké. Okay. Get back. Wo. Yo, I kid you not. Dat was 5 hits of zo. Een alpha kanne van 44. Correct. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 levels. Oh my gosh. Hij is nu 207. Lekker. Oh. Hop. Dit is gewoon zo leuk. Oh, man. Laat me er langs. Stomme steen. Crap en een cracker. Daar ging waarschijnlijk een toekomstig lid van de Royal Guard. Daar nog één, maar goed. Nou, een mogelijk toekomstig lid, maar... wow, we dwalen een beetje af. Even oversteken. Oh, wat? Oh, kompies. Ik ben op een kompie gaan staan of zo. Hop, hop. Oh... Maar goed, ik zie je zo wel in de snowbiome. En daar zit een level 11 giga. Let's go for it. Hebben we full health, want ik maakte net een val. Nee, nog niet helemaal. Nou ja. We komen wel als we er naartoe lopen. En ik moet zeggen, ik ben best wel zenuwachtig. Ik heb eerlijk gezegd geen zin om deze giga te verliezen. En wilde giga's zijn een stuk sterker als getamede giga's, dus ik ben benieuwd. He's coming for me. Get some, get some, get some, get some. Oh gosh. Oh my. I'm being hammered. Wow. Wow, ik kreeg damage. Ik ben al bijna op half, joh. Hij ook, maar... Oké, hij rent weg. Yes! Bring it! Bring it on! Oh, sneak attack. Sneak attack. Haha! Gotcha. Oké, dit moet niet te lang meer duren of ik ga god mode, hoor. Sorry. Maar ik krijg klop van een level 11. Jeez.
Oh my. Oh gosh. Oh, that's bad. Van level 11. Nou ja. Nee, niet Gamma. God gaat weer uit. Wauw, anders had ik het niet gered hoor. Tering. Oh crap. Eén level, nou ja. Holy shit. Krakemolie. Jeetje. Die heeft me damage gedaan. Wauw. Crap on the cracker, ik ga dat niet nog eens doen. Als er nog eentje komt, dan ben ik weg. Nou, ik weet al wat ik de rest van de tijd aan het doen ben, de rest van het uur. Force feed om te healen. Wat? Nee, kom op. Oh god. Ik drukte om een of andere reden op take all from inventory of zo. Terwijl dat niet echt de bedoeling was. Terwijl ik hier probeerde te drukken op remote use item. Oh jeetje. Ik zat op 4000 health. Dat is echt niks. Door een level 11. Een level 207 tegen... Nee, 208 tegen een level 11. Jeetje. Nou ja, als ik weer een level 100 plus zie, dan ga ik die ook tamen. En dan hoop ik dat de 4 mil is. En dan wordt ze mate boosted. En dan ben ik hopelijk wel onverslaanbaar. Dat is misschien een leuk idee. Gewoon elke keer als ik een giga van boven de 100 zie, om te tamen. Houdt in dat ik wel naar elke giga ga kijken die ik zie, maar hoe je? Why not? Goed. Ik blijf nog wel eventjes healen op deze manier. En dan zie ik je zo wel terug. Houston, we have a problem. Mijn giga zit weer op bijna 10.000. Ik denk nu ergens iets in de 8.000 of zo. Oh nee, bijna 8.000. En daar is de tweede giga. Die is level 5. Maar ik hoop niet dat hij op mij afkomt. Dat hij mij aan gaat vallen, want anders schiet ik wel gelijk terug in God Mode. In ieder geval mijn giga dan. Ik ben dan nog niet in God Mode, maar ik word toch niet geraakt. Dus ja, we lopen er voor nu nog maar even omheen. Een 5 kan ik legit misschien net aan op full health, maar nu in ieder geval niet. En ik dacht ook, ik zag pas een rhino, die we wel gelijk opgegeten, maar ik dacht, als we er nog eentje zien, en die is een redelijk leveltje, dan kunnen we misschien wel tamen. Ik ben bang van die giga. Zo, ik stel hem even gerust. Heb ik eigenlijk een male of een female? Weet ik niet eens. Male. Oké. Okay. Dan heb ik dus een female nodig om mate boosted te maken. Dat gaat echt wel veel helpen hoor. Mate boosted. Ik zie dan... Wat? Nee. Nou ja, daar staat een giga. En daar staat er verdorie nog eentje. Jeetje. Crap en een cracker. Wat level? Ai. Kijk, closer. Level. Level graag. Die scorpion. Een female van 6. Not bad. In ieder geval niet voor een giga. Ik zie bijna niks meer. Oi. Gamma 3. Dank je. Ik ga eens kijken of ik er... Oh, niet in het water. Ik ga eens kijken of ik heel rustig voor langs die giga kan lopen. Ik hoop niet dat die soortgenootjes aanvalt. Plus no. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Oké.
Calm down. Oké. Oh jee. Wat ga je doen? Ik ben bang. Hij one-shot me niet, maar voor de zekerheid ga ik toch nog een klein beetje force feeden. Oh jee, waar ga je naartoe? Even tot de 10.000. Nah, 9500. Anders duurt het zo lang. Oh jee, daar is hij weer. Oké, okay, we're good. We're good. Oké, okay, ik vind het wel even genoeg zo. Dit is slecht voor mijn zenuwen, dit. Ik geef hem gewoon geen aanleiding om mij aan te vallen. Oké. Okay. Nou, zo te zien laten ze soortgenootjes wel met rust. Dat vind ik fijn. Maar dit is level 16 Rex, geloof ik. Rap. Dat komt wel even. Maar ja, nu weten we hoe sterk een wilde Giga is. Wat zullen we nu eens doen? Misschien gaan we naar die paarse supply drop. Ja, dat is leuk. Laten we dat doen. Huh? Je kunt je voorstellen dat ik daar ontiegelijk erg van schrok. Ik weet niet eens of ik nog aan het recorden ben. Ik geloof het wel, maar... Nee, kom op. Fuck! Oh, man. Wat moet je nou? Fuck jou. Waarom doe je dat? Why? Ik ben stom. Je bent Giga vermoord. Ah. Ik ga op dit plantje kouwen. Ja, weet je? Ik ben weg hier. Ik heb geen zin meer. Ik ben weg hier. Ik ga terug naar huis. Met beu. Met zat. Alleen... Oké, hij is weg. Oké, let's go. Rennen. Er wordt een lange trip naar huis, maar... Zit hij achter me aan? Nee, hij is weg. Oké, prima. Gosh dang it. Wie weet hoe lang het duurt voordat de volgende level 100 zich aandient. En dan moet ik die ook nog gaan tamen.